Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSP de Warmoor. Dit is Wim en vandaag op pad met de motor, de zware motor. Lang geleden, echt lang geleden. Motorpak ziet eigenlijk helemaal niet uit, het ziet echt niet uit. Maar ja, goed, ik heb er maar iets van gemaakt waarvan ik zeg van ja, dat kan nog wel. Maar laten we eerlijk zijn, het ziet niet uit. Dus als je een beter motorpak voor mij hebt, stuur me door, zou ik zeggen. Lekker pad met de motor. Blauw, stop, denk ik. Yes, en oranje. Gemaakt door Ido. Al heel oud deze motor hoor. Nog steeds te downloaden op GTA 5. Ik denk dat het een van de weinige voertuigen is die al lang op GTA 5 moet staan. En die ook erop zijn blijven staan. Want al die Roblox gekkies met hun rippen en zo. Die hebben het een beetje verpest voor de Nederlandse mod community. A.k.a. de mod community heeft eigenlijk al hun voertuigen offline gehaald. Of grotendeels. Waardoor ja, weinig nog maar te krijgen is. En je moet geluk hebben als je het nog op je computer hebt staan. Uitstappen. Wow, hold up. Staan blijven. Zelfde volging. Ga, ga, ga. Staan blijven. Kom op. Attention all units. We have a Grand Theft Auto in the Spoochie Canal. Oh, zeg, de volgende één persoon gaat er maar door naar heterdaad autodiefstal. Assistance required on South Rockford Drive. Staan blijven nu, je bent... Au, waarom val je nou in? Ik ben aangehouden. Meewerken. Staakje verzet. Waarom kan ik ze niet gewoon netjes stil krijgen zonder mijn vuurwapen, et cetera, te trekken? Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Meewerken. Jongen, jongen, jongen. Het is overdreven om je vuurwapen te trekken, maar anders stopt hij gewoon niet. Zo jammer, dan moeten ze eigenlijk iets op verzinnen, vind ik. Misschien is het er ook wel, laat weten in de comments. Oh, ik zei nog steeds achter de persoon aan, inmiddels alweer 100.000 meter van mijn motor af, waardoor ik daar weer een tweede vrijheid in zin heb. Dispatch, we got eyes on the perp. Door richting noorden. Stoppen nu. Police, stop whatever the hell you're doing. Any unit in the Vespucci area, we've got reports of animal cruelty in Del Perro. You're a rusty piece of crap. We're like monkeys, right? We should be sitting in the sun. One Lincoln 18, respond code 3. Ja, goed. Jullie mogen hem even snel fouilleren. We moeten zo terug naar de motor om te krijgen een vervolgmelding hier om de hoek. Ik kan niet verwachten dat het prio 1 was, maar blijkbaar is het wel een prio 1 melding. Oké, had crystal mat bij. Nee, oh sorry, clear crystals. Dat is wat heel anders. Transport en ik kan op een... Assistance required on we gaan terug naar de Red Desert motor. Avenue. Van het... Oh nee, wacht, dat is wel. Ik geloof een rood voertuig waar we naar op zoek zijn. Waarin een beest zit, mogelijke dierenmishandeling. Vindt daar plaats. Het was wel even snel een takelwagen vragen voor die auto. Dus ja. De reden dat ik naar deze auto hier toe ging, is omdat ik een autoalarm hier op deze parkeerplaats hoorde afgaan. Ik tref hier een meneer aan waarbij... die in de auto zit en zoals je zag is het raampje kapot geslagen en het alarm ging nog af.
Op basis daarvan heb ik hem gevraagd het voertuig uit te stappen, waarna hij er direct vandoor ging. En ik hem uiteindelijk in een na een achtervolging heb aan weten te houden. Had veel sneller gekund als je gewoon via een simpele knop iemand vast kunt pakken ofzo. Maar nu moet ik uiteindelijk dus na honderden meters rennen mijn vuurwapen pakken, die op hem richten, wat eigenlijk buiten proportioneel geweld is. Maar goed, het is niet anders in deze mod. Rechts is vrij. Ja, oké, dat was wel te verwachten. Dat voertuig dat reed, die ga je natuurlijk niet meer vinden. Sorry beestje, die in het voertuig zat, hopelijk maakt die het wel goed. Wat is popping? Zo. Ach, daar heeft die vol voorbij scheurde, die zwarte auto, maar die trok gewoon wat sneller op bij het verkeerslicht. Ga ik niet moeilijk op doen. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We have security details requiring assistance in Backlot City. Ik heb weer een melding van een beveiliger. Assistentie nodig heeft. Van de politie. Mijn knipperlicht staat eraan. Onbekend wat er aan de hand is, we gaan het meemaken en we gaan handelen hoe dat nodig wordt geacht van mij. Hallo. Agent, dankjewel dat je kan komen vandaag. Ik moet blijven klikken. Deze persoon hier is niet langer een student hier op de universiteit. Ik heb dit weten te bevestigen met het team van de administratie en zo. Ik wil dan ook dat hij het gebied van de universiteit verlaat, maar hij weigert dat. Kun jij hem hier eventueel bij helpen? Dankjewel. Hij zegt niet meer, die security guard. Dus we gaan even met meneer praten. Goedendag meneer, Wim van de politie. Hij zegt, agent, er lijkt een misverstand te zijn. Ik ben hier een student. Je kunt het bij admissions. Dus ja, dat is niet helemaal... Ja, dat is administratie, laat daar even op houden. Kun je dat nakijken? Hij laat me dan een document zien waar... Dat zie ik hier links staan, links boven de minimap. Mevrouw, kun je alsjeblieft je smoel even houden? Ik probeer je wat te vertellen aan tegen mijn kijkers. Op de minimap... hou je smoel! boven de minimap zie ik dus een document staan. Of zie ik dat hij mij een document overhandigt waarop hij laat zien dat de student is. Echter is hij verlopen. Ja, die beveiliger die vertelt gewoon bullshit, zegt hij. Ik heb misschien wat problemen veroorzaakt vorige week. Maar wat boeit het dat het van de schoolmascotte tot het pak verdwenen is? Wat boeit het nou, zegt hij. Ze kunnen niks bewijzen. Ja, je bevestigt zelf met je uit heb je dan. Hij is blijven van deze school gegooid. Hebben voor mij allereerst een identiteitsbewijs. Nou, dankjewel. Damon. Ergens van een auto gestolen is het horen. Of in ieder geval een raam ingeslagen. Oké, okay, Damon, het volgende. Jij bent dus hier niet meer welkom op deze school. In dat opzicht, als jij wordt gevorderd het gebied te verlaten dan, en alles daarna toewijst dat jij niet meer hier student bent, dan moet je daar ook aan voldoen. Dus dat ga ik bij deze ook doen. En het kan zijn dat school je een gebiedsverbod geeft, denk ik. Of in ieder geval dit terrein. De ballen laat ze niet vallen. Attention all units, we are code 4. Die melding security guard die assistentie nodig heeft, die neem ik wel regelmatig aan, maar elke situatie is toch anders hierbij. Dus dat is wel leuk om, om mee te maken. We zijn inmiddels aan het fouilleren, surveilleren over de boulevard. Kijken of je nog wat kunnen treffen of dat we misschien wel melding krijgen. Ideaal van de motor, nu kun je hier makkelijk met een auto komen hoor, maar je kunt met een motor toch op plekjes komen waar je normaal niet zou kunnen komen.
En misschien ook wel met een auto op plekken waar je met de motor niet kunt komen. Denk aan wat ruwer terrein. Nu is een Touran denk ik ook niet gemaakt om over modderwegen en zo te rijden. Echt natte modder waar je in vast komt te zitten. Maar een motor al helemaal niet. Zand denk ik dat je met een motor ook wel doorheen kunt hoor. Zeker met de politiemotor. Even kijken naar deze auto, maar hij staat legit geparkeerd. Dat mag dus. Een beetje raar, maar ja, het mag. Dus laten we ze staan. Citizens reporting an 11351. Units respond code 3. Iemand wordt aangevallen door een wild dier. Eens kijken of we daar een aapje kunnen vangen ofzo. Een aapje! Fuck hem in jouw strijder. Nee, ga daar niet springen. Is hij dood? Nee. Kom eens hier. Wat is deze ding? Oh, hij is dood. Assistance required in the Spoochie Canal. Kunnen we hem reanimeren? Oei. En zij springt het water even in. Ja, als je hier niet langs komt, dan ga je zomaar er langs inderdaad. Keurig opgelost mevrouw. Vijf reten. Oh, arm beestje. Hij rende wel vet hoor. Ik vond hem wel vet. Een of ander... Nee, je moet hierheen. Een of ander script of plugin zorgt ervoor dat je animal control hebt. Een soort dierenambu. Alleen die heeft wat moeite met deze kant op te komen. Misschien omdat hij de brug niet kan vinden. Ik zal even hier gaan staan. Ik ga al naar hem toe. Hoi. Weet je wat, hier heb ik geen zin in en geen tijd voor, want die aap die is ook al... Ah nee, daar ligt hij. Hallo? Het gaat om het principe dat we die aap over hebben gedragen aan de zorgkaders voor aapjes. Waarschijnlijk gaat die animal control mij nu de hele dienst volgen. Hebben we nog een kat om me ver gereden? Nee. De hele dienst volgen. Oftewel, jullie zien de hele dienst een groen stipje achter mij aan. Ik weet het ook niet. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got a driver out of control. Vehicle blast scene in Rockford Hills. Units respond code 2. OC, we komen eraan. De Hummel voor... Wat zit jij aan het doen, joh? De Hummel voor mij, die nam een heel enthousiaste... heuvel daarachter. Alle reden om even iemand... Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 05 Delta Hotel Tango 819. No 1099. Ik zie verder geen reden om het voertuig aan de kant te zetten. Ik denk dat hij het een beetje verkeerd had ingeschat. Hij kwam wel van de grond, maar niet overdreven. Zoals ik die heuvel zou nemen. Dus het is nog te overbruggen. We gaan hier wel naar rechts. Dus we gaan niet wachten op deze hummer. Kijken wat de dienst ons nog gaat brengen. Port, possible trespassing in Little Seoul. Respond code 2. Dan zijn we niet op de snelweg. Dus moeten we daar zijn. We gaan een melding van iemand die een terrein is aan het betreden waar hij niet mag komen. Kan worden gezien als inbraak. Echter is er geloof ik een verschil tussen inbraak en het betreden van een verboden gebied.
privéterrein. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. We zien hier twee heren staan voor het hek. Ik durf eigenlijk niet te zeggen of dat ze gewoon zijn. Oh, die heeft een vuurwapen. Nee, ja, die heeft zeker een vuurwapen. Achtervolging, persoon met een vuurwapen. Backup needed in Backlot City. Staan blijven. We are on our way. Dispatch, we got eyes on the target. Oeh, ik heb het goed, ja, ik ga hem aanrijden hoor. Nee, nee, nee. Shit. Ik dacht, ik ga hem aan, maar... collega neer. Kunt u weg vervolgen? We are code 4, Adam. Collega, niet meer neer. Ik wilde zeg maar in zijn achteruit, maar ik merk bij auto's dat je, ik rij ook met de motor met het stuur hoor. Ik merk dat je bij auto's heel makkelijk, ambulance, heel snel in zijn achteruit en voor kunt zetten. Backlot City. Maar in zijn vooruit moet je echt rem indrukken en schakelen en ja, logisch eigenlijk ook. Maar goed, dat was ik even niet gewend, dus ik wilde hem eerst aanrijden. Maar ik was maar vooruit aan het schakelen, alleen er gebeurt niks als je de rem niet indrukt. Dus toen ik bijna dood was en eindelijk wegkwam, toen dacht ik, wacht eventjes. Oh wacht, je moet mij natuurlijk. Tweeën naar mij. Ik ga die beste heer nou even helpen. Mijn collega lost het hier verder op. En wij gaan door naar de volgende prio 1 melding. Een persoon die ook weer op de vlucht is. De achter gaat er vandoor. Staan blijven. Stoppen. Even een tikje geven. Ik weet niet of die gewapend is, dus we gaan geen risico nemen. LSPD, don't make me shoot you. Oké, je bent aangehouden in ieder geval. You ain't never getting out of prison. Dus is weer met hem in gesprek. Gaan even fouilleren en dan mag hij naar het bureau. Required in Rockford Hills. Citizens reporting a plaats bij een auto-ongeval. Eén persoon nog in het voertuig. En daarvoor een ambulance vragen.
Flink overvol geweest. Assistance required on Edward Way. Ja nee, we hoeven verder niks te doen. Ik was even aan het twijfelen, misschien voor de mot moet ik hem uit het voertuig halen om de ambulance hem te laten herkennen dat hij hierin zit. Maar ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk dat hij er vanzelf nu ineens uitvliegt. Hoi. Ja, dan moet je wel eens doen. Dat was multitasken. Als het voertuig weg laten slepen. Dat ze sneller kan de weg worden vrijgegeven. I tried my best. Ja, persoon heeft flinke klappen gehad en hij is dan ook overleden. Next time. There's always a next time. Die sirene maar aan. Takelwagen. Oh nee, we moeten natuurlijk een lijk schouwen. Assistance required on Edward Way. Ja, rijd er maar overheen, ja. Dat is toch wel duidelijk, hè. Nou. We gaan hier, zoals ik wel vaker doe, wegrijden, zodat het hier zich vanzelf gaat oplossen. En om daarna te blijven kijken, dat, daar wordt het niet beter van, zoals je hier ziet. Een paar fotootjes maken. Ja, keurig. Hey, ik heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga lekker avondeten en ik jullie graag een paar dagen een nieuwe video. Wat ik er zijn, geen idee als laat je me dood. Suggesties in de comments zijn altijd welkom. Dat betekent niet dat ik ze direct kan waarmaken. Of in ieder geval niet de eerstvolgende video meteen daarmee kan opnemen. Want voor hetzelfde geld heb ik morgen alweer, voor mij morgen, een nieuwe video opgenomen. En ga ik jullie suggesties dus niet op tijd lezen. Ik neem ze wel zeker mee. Dus laat weten in de comments en tot de volgende. Joejoe.